Jaarlijks neemt het aantal woninginbraken in de donkere tijden toe. Nu de feestdagen eraan komen, geeft de politie u extra tips waar u op kunt letten om woninginbraak bij u thuis te voorkomen. Hoe is het met de woninginbraken in Overvecht? Als je kijkt naar het aantal woninginbraken in Overvecht, zien we de laatste 2 maanden helaas een kleine toename. Maar daar staat tegenover dat we de rest van het jaar is het heel gunstig geweest. Ook in de hele stad. We zien in de hele stad, afgezet tegen vorig jaar, zien we toch echt wel een daling van het aantal woninginbraken die hebben plaatsgevonden. Toch wel een behoorlijk aantal. Maar iedere woninginbraak die gepleegd wordt, is er nog steeds 1 te veel. Een woninginbraak heeft gewoon heel veel impact op bewoners. Ik kan me zoiets voorstellen als je terugkomt van een lekker kerstdiner, je komt thuis en je achterdeur staat open en je televisie en je goederen zijn gestolen, heeft dat heel veel indruk op mensen. En wij willen dus ook nog steeds met elkaar samen zorgen dat we die inbraken nog verder naar beneden krijgen dan dat we dat nu al hebben. Over donkere dagen. Donkere dagen. En het aantal woninginbraken, wat we toch altijd in deze periode zien stijgen. Ja. En dan willen we graag de bewoners in Overvecht, ook in heel Utrecht natuurlijk, bewust maken van de risico's die er zijn tijdens de feestdagen. We liepen hier voorbij en we zagen bijvoorbeeld dit hier hangen. Ik weet niet, hangt het al lang? Weet u wel, deze pinnen? Ik denk 2-3 jaar dan. 2-3 jaar, ja, dat dit zo gemaakt is. Van de woningbouwcoöperatie, ja. Nee, dus dan zie je, want dit zijn mooie initiatieven. Want je vaak ziet dus dat jongelui toch hier naar boven klimmen. Om dat is ook wel gebeurd, ja. En naar aanleiding daarvan hebben ze dit zo gemaakt. Ja. Dus hier is de beveiliging op voldoende niveau, vindt u? Ja. Oké, weinig ingebroken. Ja, weinig ingebroken. Ik hoor er nooit wat van. Maar misschien letten ze hier op elkaar, omdat dit ook een 50-plus woning is. Hè? Appartementen. Dus, Hele delegatie komt er binnen. Goedemiddag. Nou, wat mij opvalt is, in elk geval in deze flat, dat de veiligheid, het veiligheidsgevoel in elk geval redelijk hoog is. Ook het saamhorigheidsgevoel. Hè? Want dat is wel belangrijk, hè? Dat we op elkaar letten. En dat op het moment dat bij de buren geluiden zijn, dan denk ik van dat klopt niet. Dan toch even, of even gaan kijken of even de politie belt van er is iets aan de hand, maar dat is niet normaal. En dan toch bellen. Bel 112. Toch 112? Ja, 112 bellen. We hebben nog steeds dat wij het idee hebben dat bewoners heel erg schroom hebben om 112 te bellen. Terwijl wij zeggen bij iedere verdachte situatie, we kunnen het niet verplichten, maar bijna zo verplichten, dan moet u 112 bellen. Zonder de burger, zonder de melding vanuit de burger, wordt het voor ons heel lastig om het aantal woninginbraken nog verder naar beneden te brengen. Maar als ik nou bij de buren die niet thuis zijn een gerucht hoor en ik weet het niet zeker, wordt het mij dan niet kwalijk genomen als ik 112 gebeld heb? Nee, dan wordt u absoluut niet kwalijk genomen. Absoluut niet. Sterker nog, wij komen liever 8 keer voor niets dan die ene keer te laat. Het heeft heel veel impact, die woninginbraken. Wij zijn er ook met elkaar. Hè. We hebben een speciaal offensief nu in gang gezet. Een week tegen de woninginbraken zijn we mee begonnen met dat offensief. En we zitten er vol bovenop. Het is beleid van de politie, van het OM, van de gemeente. De doelgroepers die wij kennen, zeg maar de multiplegers die onder andere ook de woninginbraken plegen, daar zitten we vol bovenop. Gaat automatisch aan als het dus een beetje schemerig wordt. Gaat die aan? Ja, gaat hij aan. En dan verlicht we echt hier mooi ook het afdakje. Ja, ik heb er ook voor gezorgd dat deze haaientanden op het dak kwamen. Hier. Ja. Daar ben ik met de woningbouw een paar jaar geleden over begonnen. Ja. Maar sinds die tijd is er niet meer via het platte dak ingebroken. Dus het is allemaal wel heel erg verbeterd sinds een paar jaar. U heeft wel een hoog veiligheidsgevoel hier in dit blok. Ja, het is 's avonds een beetje vervelend. Ja. 's avonds laat, omdat het hier toch vrij afgelegen is. Ja. Je hebt geen woningen hier, de school is dan, dus 's avonds is daar niemand. Nee. Dus, en dan hangen hier toch wel veel hangjongeren. Okay, ja. Meldt u dat ook bij de politie? Als ze vervelend zijn, meld ik het. Ja. Nou, dat moet u ook blijven doen. Ja, ja. En dan, de politie kan ook niet alles, hè? Nee, maar, die komen maar kijken en dan zijn ze weer weg. Een half uurtje later staan ze er soms. Ja, maar vaak als je toch even wat namen kan noteren, ze uit de anonimiteit halen. Vaak kennen we ze al wel. Ja. Maar we kunnen toch even spreken. Ze zijn ook niet altijd van kwaaie zin. Nee, zo is het absoluut niet. Dus is ook een plek om te hangen. Ja, ja. Maar dan kan je wel met ze in gesprek om te zeggen van jongens, zoek even een andere plek. Ja. Ga even ergens anders zitten, dat je de mensen wat minder tot overlast bent. Ja. En dan moet je gewoon voor blijven bellen. Ja, dat doen we ook hoor. Ja, ja. Nou. Maar voor de rest wonen we hier heerlijk.
Wat kun je ons voor specifiek voor tips geven voor de donkere dagen straks? Wat doe ik als ik lekker naar het kerstdiner ga en mijn huis staat er verlaten en donker bij? Waar het om gaat is maak wel voorzichtbaar dat de woning niet leeg is. Vaak zijn de woningen zijn donker, dus laat een lampje aan. Maar meld ook even bij de buren dat je weg bent. Dus vraag ook even de buren om het extra alert, extra waakzaam te zijn op jouw woning op het moment dat je weg bent. Wees ook zorgvuldig in het, bijvoorbeeld op social media wordt vaak gemeld. Wij zijn met de feestdagen lekker bij de familie. Op locatie X of Y. Daarmee maak je het voor de doelgroepen die de woninginbraken plegen, maak je het wel makkelijker om een woning uit te kiezen om daarin te breken. Dus dat is heel erg van belang. Dus zorg dat je woning in elk geval bewoond eruit ziet. Zorg dat alles goed is afgesloten. Maar vraag ook even aan je buren om alert te zijn op jouw woning. En dat merken we dat dat wel eens wat minder is. En dat vragen we toch. De feestdagen zijn toch een dagen waarin samenhorigheid voorop staat. Dus laat dat ook in de wijk zo zijn. Laat dat ook in je buurtje zo zijn.